Nu op het einde ook het laatste blokje, toen stond Martin op de zijkant. Pak ze, nou dan word ik helemaal fokswild en dan vind ik ergens weer een vat met energie. Ik wil niet weer achteraan meedoen, want dan is het wel mooi geweest. Ik wil gewoon voor hem meedoen, ook voor de prijzen. En dan zien we wel wat er allemaal nog komt. De laatste Weissensee is natuurlijk iets wat ik nooit meer ga vergeten, dat wij nooit meer gaan vergeten. De afsluiting met alternatieven, dat we 1 en 3 worden. En ja, een onvergetelijke ervaring. Het is gewoon een van de mooiste momenten die ik tot nu toe heb meegemaakt. Jullie hebben denk ik allemaal het dagschema gezien. We gaan straks om 20:15 naar de ijsbaan toe. 10:00 hebben we weer ijs. Eerst even gezamenlijk, of, individueel inrijden en om 10:05 beginnen we de training. Ja, we zijn hier in een klein parkje in Erfurt, vlak bij de ijsbaan. Erfurt ligt in Oost-Duitsland, in regio Thüringen. En het is hier gewoon een heel mooie omgeving. Het weer is nog niet heel best, maar dat mag de pret niet drukken. We hebben de ijsbaan een paar honderd meter vanaf onze locatie waar we slapen. En we kunnen direct fietsen op de stad uit, dus ja, het is een hele mooie omgeving om te trainen. Even kijken, deze die hang ik op. Ik was een beetje nat van het zweet. En we kunnen het pak niet elke keer wassen elke dag. Wat is met de schaats in de hand, Christian? Nou, ze zijn net nieuw uit de fabriek. En een ijzeren hele kleine afwijking. Dus Kruijer probeert hem even weer helemaal recht te maken. Omdat ik niet helemaal lekker met mijn linkerschaats in de bochten loop. Ik ben daar echt onhandige kluns in. Dus ik ben blij dat de Kruijer mij wil helpen. Het is heel lastig uitleggen, maar er zat, zeg maar, als je zo kijkt, heel klein. Ja, het gaat echt om 10.000ste. Maar een kleine afwijking. Dus hij heeft hem recht gezet. Ik moet wel vertrouwen opbouwen. Ik heb nieuwe schaatsen en nieuwe ijzers. Dus ik moet vertrouwen. Oud en vertrouwd is het allerfijnst. En nu moet ik wennen aan mijn nieuwe schoenen en aan mijn nieuwe ijzers. Maar daar is zo'n trainingskamp heel fijn van, want je staat elke dag op het ijs. Maar trainingen waar ik bij voorbaat weet waar ik slecht in ben, kan ik wel een beetje nerveus voor zijn, ja. Vandaag? Beetje. Het wordt vandaag afzien, maar nee, tegenop, nee, ik zie er zeker niet tegenop. Ik heb er wel zin in, maar ik denk wel even van, dit wordt wel even afzien straks. We komen een gezin van 7 kinderen. De oudste zus die is 34 of zo. De jongste zusje is 13, dus we hebben van allerlei leeftijden wat. 4 jongens en 3 meiden, waarvan de 4 jongens allemaal schieleren en schaatsen. Als dan de oudste broers het doen, dan moet jij ook wel. En zo is het eigenlijk inderdaad met de paplepel ingegoten. Voor het huis, stoepje op, stoepje af, over de klinkers. Ja, zo hebben we het eigenlijk wel geleerd vroeger. En als een natuurreis ligt, dan is onze moeder ook gewoon in klederdracht op natuurreis te vinden. Dus die vinden het wel erg mooi om gewoon voor plezier te doen. Oké, 6 keer. Luc doet niet mee op kop, de eerste serie. Waar let je op straks? Ja, nu gewoon op houding, uitvoering. Ja, dat ze het gewoon goed uitvoeren nu. Maar ik roep het niet per se nu tijdens het rijden. Ik ben niet zo'n coach die staat te bulken, zeg maar. Eigenlijk bij ons allebei rond ons 17e, 18e. Toen merkten we dat schaatsen toch wel populairder was dan skileren in Nederland. En uiteindelijk dat je daar ook je werk van kon maken. En natuurreis Vond ik altijd wel mooi om te kijken. En op een gegeven moment ging ik bij kunstenaars ook kijken. En dan pak je het langzamerhand op en dan begin je eerst bij de C-competitie en dan ga je naar de B-competitie. Uiteindelijk konden we allebei de stap maken naar de A-competitie. En dan ik iets eerder dan Ronald. Maar uiteindelijk hebben we allebei die stap kunnen maken naar de A's. Bij marathon komt het spelletje wat we eigenlijk met skiën hebben geleerd, komt gewoon weer terug. En vooral natuurreis, dat is gewoon prachtig met de marathon. Er spelen zoveel factoren mee. Je hebt scheuren in het ijs, wind. Het kan sneeuw, we hebben ze in de sneeuw gereden. Het kan koud zijn. En ja, er speelt zoveel meer mee dan alleen maar de beste zijn. Je moet ook gewoon je kop er goed op hebben staan. En dat vind ik zelf wel mooi, dat heel veel factoren meespelen, waardoor ja, het gewoon veel uitdagender wordt dan een kunstensmarathon. Alhoewel ik kunstens ook gewoon erg zwaar vind, maar ja. Natuurreis is gewoon iets meer, ja, ligt dichter bij mij. En? Diep gaan? Ja, op een andere manier. Ja. Wil je rustig blijven? Je wil zo graag. Ja. Gewoon klappen maken. Ja, maar ook gewoon... Christian, ja, dat is een rijder die ik al jaren volg. Een jongen met veel talent, nog jong en ook nou, wat onvoorspelbaar in die zin. Wat ook tegelijkertijd een sterk punt kan zijn. Ja, Ronald heeft eerder bij ons gereden, bij Bouw Select aan Westerhof. Die kende ik goed. En, er zijn 2 jaar tussenuit geweest, maar ik ken zijn krachten en zijn karakter en zijn sterke punten. Ja, vooral ik had 2 jaar bij Reggieborg geprobeerd. Want ik dacht dat ik daar wel even de stap naar de absolute top zou maken. Wat uiteindelijk niet is gelukt op kunstijs. Dus ik dacht, ja, ga ik het nog een 3e jaar proberen of is dit het voor mij klaar? En probeer ik het weer bij mijn oude omgeving waar ik ook 2 jaar heb gereden bij Bouw Select. Onder leiding van Piet Hielkema. Ja, weer op een iets andere manier trainen, een andere omgeving. En ik hoop dat dat wel weer ervoor zorgt dat ik gewoon weer... Ja, echt mijn oude niveau terugkrijgen wat ik kan hebben. Wow. Hartslag van trainingskamp. 198. Dus de batterij is leeg. Met stukse trainen kan je batterij wel gewoon volledig leeg trekken. Maar dat is ook de intentie van deze training. Nou, het hakt er wel echt in hoor. Poeh. Ja, maar je hebt bijna geen rust ook. Echt. Ja, nee, dat klopt. Maar als je van kop afkomt, je moet aansluiten. Dan is het echt wel... Ik heb de pieper goed leren. Moeilijk toch? Ja, absoluut. Komt niet voor je rust? Nee, nee, absoluut niet. Je bent wel lekker weg, dat wel natuurlijk. En je hebt geen afleiding verder. Maar het is gewoon hard trainen. Ja, je voelt gewoon aan je benen, voel je gewoon heel snel hoe goed je bent. Je voelt gewoon, zoals zaterdag stapte ik op de fiets en dan dacht ik, ja, dit is het. En dan in het begin denk je van, misschien is het nog een beetje optimistisch. Maar dan, vooral gewoon dat je frisse benen hebt en dat je gewoon kunt blijven gaan. Maar we hebben hier het fietsen gewoon puur als onderhoud, dus we mogen niet jagen op de fiets. Dat vind ik wel jammer, maar het moet op het ijs gebeuren. Onze trainers zeggen dus van je mag trainingen niet afvinken. Je moet er wel bij nadenken wat je doet en waarom. Ja. Maar zo'n training is soms wel gewoon afvinken en weer door naar de volgende. Maar ja, weet je, in de wedstrijd moet je ook afzien, dus in de training ook. En, het is ook een beetje werk. Werk is ook niet altijd leuk. Dus ja, soms heb je trainingen die minder leuk zijn. Ja, hoort er allemaal bij. Het regent. En we hebben al bijna elke dag in de regen gefietst. Ja. En het is nog een keer mooi geweest. Het is nu maar op de rollers. De rest had gisteren al een lange ritje, dus je doet vanmiddag even niks. En ik vind eigenlijk helemaal niks aan dit, maar soms moet je maar even. Heel veel samen getraind richting EK-skileren en WK-skileren. En richting WK had ik toen mijn duim gebroken, dus toen had ik best wel trainersachterstand. Nou, toen reed hij me echt vierkante baan uit. En toen weet ik nog die één keer zei van, ja, ik geniet er nu gewoon van, want straks op het ijs is het wel anders. Nou, vandaag kon ik weer pijn. Dus toen moest ik weer terugdenken aan die ene training dat hij me echt vierkante baan uitreed. Toen dacht ik, ja, dit is wel even payback weer. Dus, maar het is gewoon gezonde rivaliteit. Je maakt elkaar gewoon scherp. We hebben natuurlijk heel veel samen getraind deze zomer. Racket! Waar is de vroege vlucht? En ja, gewoon op elkaar gewoon tot het uiterste drijven. Ja, ik hoop dat ze vooral zichzelf blijven. Dat ze ook durven te leren van hun eigen fouten. Want natuurlijk mag je fouten maken. En ik denk dat je daar binnen ons team ook wel de ruimte voor krijgt. En dat wij in die zin ook... Ja, bij ons kan er heel veel. Uiteindelijk gaan we wel voor de overwinning. En ik wil graag een leercurve zien. En, die jongens hebben talent, die hebben een goede zomer gedraaid op skilers. En ik verwacht dat ze, nou, misschien net een aantal weken te gaan, ook gewoon daar staan waar ze kunnen staan. De band die je hebt als broers, die is makkelijk over te brengen in de koers. Omdat je elkaar eigenlijk al heel goed kent. Voor de rest zijn we qua karakters en qua persoonlijkheden wel heel veel verschillend. Maar ja, je brengt elkaar gewoon tot een hoger niveau. En dan helpt het wel gewoon mee dat je elkaar supergoed kent. En dat is gewoon, gewoon heel fijn trainen. Ik denk dat iedereen er wel goed voor staat. Alleen, dat denkt iedereen. In de zomer is iedereen wereldkampioen. Dus ik denk dat het wel oké is, maar het mag niet te hard van stapel lopen. Ja, eerlijk is eerlijk. Jij wilt toch pas echt heel goed zijn in januari? Daar hoop ik wel de piek te hebben, maar ik wil de rest van het seizoen ook wel goed zijn. Want anders dan, wordt het weer een hele lange winter. Tot slot, op welke datum is de alternatieve Elfstedentocht? Ik zou het niet weten. Er wordt wel aangegeven welke dag het dan is en dan zorgen we wel dat we die dag goed zijn.